Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lezen graveren. Het heeft een tijdje geduurd voordat er een nieuwe video kwam. Ik heb een erg druk in het leven op dit moment. Bovendien heel weinig nieuwe onderwerpen die zich aandienen. Er gaat binnenkort wel een groot onderwerp komen. Er komt namelijk een hele grote update van Lightburn aan, waar een heleboel dingen in gaan veranderen. Maar ook ik zal daar eerst thuis in moeten zijn voordat ik die video voor u kan gaan maken. Desalniettemin, vandaag een nieuw onderwerp. We gaan vandaag lezen een kunstlederen portemonnee. Besteld bij AliExpress. Daarom durf ik ook te zeggen dat het kunstleder is, want voor die prijs koop je geen echt leer. Pas op met leer en kunstleer. In die zin dat de dampen kunnen redelijk giftig zijn, zorgt dus voor hele goede ventilatie en voor hele goede afzuiging. En dan is dit prima lezerbaar. Zo'n portemonneetje kost euro of 3, niet echt heel duur. En is gewoon leuk om te maken. Dus vandaar dit project vandaag. Wat ga ik daarop lezen? Mijn vrouw komt uit Oostenrijk, uit het alpenstadje Bludenz. En zij wil graag een portemonnee hebben die een beetje aan Bludenz gerelateerd is. Dus er komt een afbeelding van Bludenz op de voorzijde en een op de achterzijde. En dat ga ik maken in deze video. Ik hoop dat je heel veel plezier hebt. Nou, we gaan duiken in Lightburn. Dan zijn we nu aangekomen in Lightburn. Eerste wat we gaan doen. We hebben dus een voor- en een achterzijde op deze portemonnee. Ik ga één kant laten zien, de andere kant is identiek. Mijn vrouw komt uit Oostenrijk, uit de plaats Bludenz, dat is een alpenstad. En ze wilde graag een portemonnee hebben waarop wat logo's daarvan staan. Oké, dus wat gaan we doen? Die heb ik inmiddels gedownload natuurlijk, via Google, via Google zoeken. Het liefst zoeken op tekeningen, niet op foto's, want een foto lezen op kunstleer kan vrij lastig zijn. Ik ga naar importeren. Dat is de vierde knop van links hierbovenin. En ik importeer de eerste afbeelding die ik daarvoor wil gaan gebruiken. En dat is deze afbeelding die we hier hebben. Ik zoom een beetje in. Het is een afbeelding. In dit geval zou het nog niet zo heel erg zijn, want het is bijna een lijntekening. Maar je kunt hier rechtsboven bij snijden en lagen zien dat het een afbeelding is. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk een soort lijntekening hebben, of althans de optie vullen kunnen gebruiken. Dus wat ga ik doen? Ik klik het pijltje linksboven om te selecteren en ik selecteer de foto. Dat is inmiddels al gebeurd, want we zien dat door die rechthoekjes of die vierkantjes die er omheen staan. Ik ga op de foto staan, ik doe mijn rechtermuisknop klikken en ik klik voor afbeelding overtrekken. We zien dan dat paars, en dat paars moeten we eigenlijk zo paars mogelijk zien te krijgen. En dat doen we met die schuifbalk hier onderin. Je kunt de schuifbalken gebruiken, maar in dit geval zal deze hier voldoende gaan zijn. Ik ga hem een heel stuk naar rechts doen. En we zien eigenlijk dat paars steeds paarser worden. Zie je dat? Dat hij op een gegeven moment zelfs verdwijnt. Nou, ik moet hem behoorlijk hebben. Even kijken. Nou, ik denk dat dit een goede stand is. Ik klik op OK. En dan zul je zeggen, er is niks veranderd. Jawel, er is wel wat veranderd. Want als we rechtsbovenin bij snijden en lagen kijken, dan zien we daar twee dingen. We zien een afbeelding en we zien vullen. Ik zal even laten zien wat er gebeurt. Ik pak op dat vierkantje in het midden van de afbeelding. Daarmee kan ik hem verplaatsen. Dus ik houd mijn linkermuisknop ingedrukt en ik verplaats die afbeelding. En we zien inderdaad dat ik nu de afbeelding heb en de vul heb. Nou, de linker is de afbeelding. Dat kunnen we zien, want die is nu geselecteerd. De andere, dat is de rechter. Ik ga de originele afbeelding weggooien. Die delete ik. Zo. Ik heb nu dus alleen de vul over. Nu selecteer ik die vul en die ga ik in het midden zetten. En dat in het midden zetten, dat doen we hier met dat kruisje, met dat rode stipje in het midden. Mocht je die knoppen nou niet hebben, dit is een werkbalk en die vind je bij venster, bij al die werkbalken die hier staan. Ik weet niet precies welke dit is. Ik denk dat het rangschikken lang is. Maar je moet even kijken welke je dan aan of uit moet zetten om onder andere die, kan ook docking zijn trouwens, om die knopjes daar te krijgen. Oké, wat zou er nou gebeuren als ik dit op lijn zou zetten? Want lijn is eigenlijk nog mooier, alleen in dit geval zal het resultaat niet mooi zijn. Dus ik zet hem even op lijn. Kijk, en dan krijgen we dit te zien. Op zich aardig, maar het is niet mooi om te lezen, dat kan ik zo al zeggen. Dus ik zet hem terug op vullen. Dat is wat ik ga gebruiken. En welke settings gaan we dan gebruiken? Nou, dat gaat zijn. Let op, dit is wel laser gerelateerd. Dus dit is voor mijn Ortho Laser Master 3. 10 watt versie. Snelheid van 6000 mm per minuut.
maximaal vermogen van 40%. Mocht de afbeelding er niet goed uitkomen, dan ga ik er gewoon nog een tweede keer overheen. Zorg er alleen voor dat je de portemonnee niet van het werkbed haalt, zodat hij precies hetzelfde ligt. Maar dan doe ik het gewoon nog een keer met 25% en nog een keer opnieuw overheen. Optie vullen. Dan doe ik hem op 90 graveerhoekgraden lezen, oftewel van boven naar beneden, dus verticaal. En een lijnen per inch, dat is de dots per inch, de DPI, 254. Dit is voor elke machine verschillend. Voor mijn machine is dat in feite de maximale DPI. Je mag wel meer gaan gebruiken, maar gebruik dan meervouden van 254. Ja? Want anders krijg je lijnen die half over elkaar gelezen worden en dat zal afbreuk doen aan de afbeelding die je uiteindelijk op je object wilt laseren. Ik kies ook voor de optie vul alle vormen tegelijk en dat bevestig ik met oké. Vervolgens ga ik dit opslaan. Dat doe je met bestand opslaan als. En dan kunnen we daarmee naar de laser. En dat gaan we dan ook doen. Zo, we hebben de portemonnee op het werkbed gelegd. Ik heb gefocust. Dat heb je niet gezien. Je ziet daar die kwast in zitten. Dat is om te voorkomen dat die aan de linkerzijde lager ligt dan aan de rechterzijde. Ik ga nu kaderen. Kijken hoe die daarop komt te staan. Nou, deze ligt nog veel te laag. Dus hij moet omlaag en naar rechts. Even kijken hoe het nu is. Ziet er al beter uit. Maar nog niet goed. Hij moet omhoog. Je hoort de luchtafzuiging. Heel belangrijk bij dit materiaal. Nou, dit is zo ongeveer de juiste setting. Ik ga de kap dichtmaken en ik ga beginnen met het laseren. Hiervan. Klaar. Nu gaan we hem omdraaien en gaan we de voorkant doen. Even voor alle duidelijkheid, ik heb de settings toch moeten aanpassen. Hij draait nu op 4000 mm per minuut en 40% power en dat in één pas. Dus 6000 was duidelijk te licht. 4000 mm per minuut en 40% power. Power. Dus anders dan dat ik in het begin van de video heb aangegeven. Doen. En ook daarvoor zullen we even moeten gaan kaderen. Even kijken. Nou, dit moet nog wel een stukje verplaatst worden. Opnieuw. En dan nog ietsjes naar links. Ik denk dat we zo redelijk zitten. Even kijken voor de zekerheid. Oké. Hiermee ga ik het laseren. En dan gaan we de voorkant doen. En ook kant 2 is klaar. Wat ik nu ga doen, ik ga hem even met een borstel schoonmaken. En dan laat ik je het eindresultaat hiervan zien. Dan is dit het eindresultaat. Dit is de achterzijde. En hier hebben we de voorzijde van deze portemonnee. En zo kun je dus ook kunstleer en leer laseren. Maar nogmaals, zorg voor goede ventilatie en voor goede afzuiging. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Tot een volgende keer. Dag.